Kan je werkelijk gelukkig zijn als je op een onbewoond eiland bent? Of kan het dan niet? Kan je werkelijk gelukkig zijn als je dus niet een mens of een dier hebt waar je mee kan interacten? Een heel mooi voorbeeld is die film Castaway met Tom Hanks, dat hij op dat eiland zit. En op een gegeven moment, hij is dus helemaal alleen, heeft niks. Hij heeft alleen een bal. Wilson noemt hij die, omdat dat merk gewoon Wilson heet van die ballen. En dan tekent hij een poppetje op en die bal, die wordt een persoonlijkheid in zijn leven. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Eenzaamheid is slopend. Als je je werkelijk eenzaam voelt, is echt heel verschrikkelijk. Dus hoe zorgen we dat we niet eenzaam zijn door de verbinding te zoeken met mensen om ons heen? Misschien is dat wel de drijvende kracht achter contact willen maken. Om betekenisvol te zijn. Om niet het gevoel van eenzaamheid, van verlating, een soort van verlating, dat je helemaal verlaten bent van alles en iedereen. Tom Hanks op dat eiland met die bal in Castaway, was helemaal verlaten door alles en iedereen. En heeft toen zijn eigen gedachten geprojecteerd op een ding en werd een fantasiefiguur. Zo krachtig is onze behoefte om niet eenzaam te zijn. En ik denk dat daar de sleutel in zit. Want als je eenzaam bent, ben je ongelukkig. Als je niet eenzaam bent, als je genoeg verbindingen hebt met mensen, dan ben je heel dicht bij je geluk. Dit was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Je kan abonneren als je dat wilt. Dat kan natuurlijk op YouTube. Een duimpje omhoog geven. Kan allemaal. Maar je kan je ook abonneren op onze wekelijkse inspiratie. Als je dat wilt, ga dan naar www.inspirerendehutspot.nl. Tot kijk!